Dag 651. Vandaag zijn er veel updates uit de richting van Avdiivka. Nadat de Oekraïners de Russen succesvol hadden teruggedreven naar de spoorlijn, begonnen de Russen weer een nieuwe aanval voor te bereiden. Vandaag melden Oekraïners dat Russen hun tactiek hadden veranderd en nu veel tanks en gepanzerde gevechtsvoertuigen inzetten. Dit is een belangrijke verandering vergeleken met wat we de afgelopen maand hebben gezien. Zoals je je herinnert, stopten de Russische troepen met het gebruik van zware materieel in het noordelijke deel van de regio vanwege de Oekraïnse drones, artillerie en mijnen, die ze van een afstand op de wegen kunnen leggen. Daarom moesten Russische soldaten de afgelopen maand te voet naar de contactlijn reizen. Echter, na het mislukken van de vorige massale infanterieaanval vanwege de Oekraïnse clusterbommen en machinegeweren, besloten Russische commandanten dat ze iets nieuws moesten proberen. Door hun infanterie te ondersteunen met panzervoertuigen. Voordat de hoofdaanval werd gelanceerd, voerden de Russische troepen een verkenningsoperatie uit met een enkele tank. Het doel hier was om te kijken of de tank überhaupt een kans had om Stepoven te bereiken en idealiter ook bekende Oekraïense vuurposities te vernietigen. Oekraïense verkenningsploegen merkten de Russische tank al van tevoren op en de Oekraïense eenheden in de regio bereidden zich voor. En zetten ook een van hun eigen tanks in. Op het moment dat de Russische tank zijn schietpositie innam, openden de Oekraïners al het vuur. Als gevolg daarvan liep de Russische tank aanzienlijke schade op in zijn koepel en kon deze niet meer bewegen. De Russen zetten snel rookgordijnen in en trokken zich terug tot achter de rails. Het lijkt erop dat de Russische commandanten tevreden waren met het resultaat. Want de volgende ochtend lanceerden de Russen een grote gemechaniseerde aanval. Oekraïnse soldaten melden dat de Russen 10 tanks en gepanzerde gevechtsvoertuigen en tot wel 100 voetsoldaten inzetten bij de aanval. Helaas voor de Russen waren de Oekraïners deze keer niet afgeleid door een andere aanval en konden de Russische aanvalseenheden al hun aandacht geven. Een soldaat van de Korngroep meldde dat de Russen niet eens de voorste Oekraïnse posities wisten te bereiken omdat zodra de eerste vier voertuigen werden vernietigd met kamikaze-drones, de andere voertuigen besloten terug te trekken en de infanterie volgde hen. Toch telden de Oekraïners nog wel veertig nieuwe lichamen in het veld. En later die dag melden Oekraïners een nieuwe golf van aanvallen. Deze keer met alleen infanterie, zonder enige ondersteuning van gepanzerde voertuigen. De Russische aanval werd ook snel gestopt met behulp van een Bradley-gepanzerd gevechtsvoertuig. Helaas lijkt het erop dat de Russische commandanten woedend waren over het feit dat de gepantserde aanvalseenheid zich vroegtijdig had teruggetrokken en hadden besloten de soldaten te straffen door ze terug te sturen en dit keer zonder gepantserde steun. Intussen probeerden Russische troepen opnieuw controle te krijgen over de posities ten noorden van de chemische fabriek. Zoals je je herinnert, volgens het hoofd van de Oekraïense Avdiivka-legengroep en later bevestigd werd door geolocaliseerd beeldmateriaal van Oekraïnse speciale eenheden, was het gebied teruggenomen. Desalniettemin toonden recente gevechtsbeelden aan dat een nieuwe lichting Russische troepen was aangekomen in deze posities. Tegelijkertijd, volgens het Institute for the Study of War, voerden Oekraïners een succesvolle aanval uit vanaf de chemische fabriek langs de rails en hadden hun posities veiliggesteld. Dus overal lijkt het erop dat na de eerdere gevechten het gebied een grijze zone is geworden en dat beide partijen het nu proberen te heroveren. De Russen vielen het aan vanuit het noorden en houden nu stand, terwijl de Oekraïners het aanvielen vanuit het zuiden en nu ook stand houden. Russische commandanten begrijpen dat het huidige niveau van controle onvoldoende is voor het hervatten van de aanvallen op de chemische fabriek vandaar dat de gevechten om deze positie naar verwachting nog lang zullen voortduren. Om de Russische aanvalscapaciteiten te ondermijnen, voerden Oekraïnse troepen echter een raketaanval uit op het belangrijkste Russische logistieke centrum in de regio. Nadat Oekraïners de verbinding met Horlivka hadden verbroken door een brug op te blazen, werd Donetsk het belangrijkste bevoorradingspunt voor beide flanken. Lokale bewoners melden een reeks krachtige explosies te hebben gehoord, Gevolgd door secundaire ontploffingen. Ook gezien de omvang van het vuur slaagden Oekraïners erin een groot munitiedepot aan de rand van de stad te vinden en te vernietigen. Na de aanval wordt verwacht dat de Russische troepen beperkte hoeveelheden munitie naar het front zullen kunnen krijgen en dat het tempo van hun offensieve operatie zal verminderen, waar Oekraïners weer profijt van kunnen nemen. Met het oog op het kerstseizoen zijn er kortingen van 20 tot 30 procent op de hele collectie dubbele vlaggen. En als je liever wacht op truien en sweatshirts met een geboord design, zullen ook deze binnenkort verkrijgbaar zijn in de webwinkel. Als je het kanaal Achterrapport uit Oekraïne wilt steunen, samen met uw steun voor Oekraïne wilt uiten, is dit het ideale moment om een aankoop te doen in de online winkel UA Supporter. De link hiernaar staat onder in de beschrijving. Bedankt voor het kijken. Like en abonneren voor meer dagelijkse updates uit Oekraïne. En ik zie je in het volgende rapport.